Dank u wel, voorzitter. En voorzitter, de levens van vooral witte mannen zijn de mensheid als geheel gaan vertegenwoordigen. En we zien dit in de geschiedenisboeken, we zien dit bijvoorbeeld ook in de Bijbel, waar de rol van toch heel belangrijke vrouwen vaak is weggepoetst. En het gevolg is dat wat misschien heel objectief lijkt, dat daar vaak een mannelijke bias in zit. Zo wordt bijvoorbeeld bij het ontwerpen van muziekinstrumenten of het ontwerpen van telefoons vaak de mannelijke hand als afmeting genomen. En hebben ook vrouwen een grotere kans bij verwondingen na bijvoorbeeld een auto-ongeluk. Omdat veiligheidsvoorzieningen in auto's worden ontwikkeld op basis van mannenlichamen. En ook over aandoeningen en ziektes die vaak bij vrouwen voorkomen is vaak minder bekend. Met ook hele heftige consequenties. En we zien bijvoorbeeld ook dat transgenderzorg niet goed op orde is. Allemaal zaken die gewoon een direct effect hebben op het leven, zonder dat hier nou per se kwade wil ook achter zit, zeg ik. Maar het is wel iets wat in onze wereld gewoon werkelijkheid is. En voorzitter, ik ben begonnen in dit heel interessante boek. Het is van een Britse journalist en zij heeft een aantal jaar onderzoek gedaan. En zij beschrijft, het boek heet Onzichtbare Vrouwen, ligt op dubieuze data in een voor mannen ontworpen wereld. En ik heb de indruk dat de minister het boek kent, maar kan hem iedereen hier aanraden. Er is een vraag van mevrouw Van der Wouden. Dank u wel. Mijn vraag is, u begon uw betoog over witte mannen en ging vervolgens door met het aangeven van voorbeelden van een masculine blik in ontwerpen en bijvoorbeeld medicijnen. Ik ben het ermee eens dat die er is en daar moeten we ook wat aan doen. Maar ik heb er moeite mee als witte mannen vervolgens elke keer als groep worden aangesproken. En als we zelf gaan zo generiek over die groep gaan praten zonder aanzien van de persoon. En ik zie ook niet wat wit daarmee te maken heeft. Ik denk dat ik denk niet dat daar een relatie mee is. Gaat gang. Ja, voorzitter, volgens mij zei ik heel duidelijk dat er nergens een kwade wil achter zit, maar dat we gewoon leven in een wereld waarin het mannenlichaam vaak als uitgangspunt wordt genomen. Daar noemde ik een aantal voorbeelden van. En die hebben gewoon effect op ons leven. Die hebben effect op de gezondheid van bijvoorbeeld vrouwen. Ik had een tijdje geleden een debat over fibromyalgie. Dat is een aandoening die vooral bij vrouwen voorkomt. En waarschijnlijk om die reden is daar zo heel weinig over bekend. Dus onbewust leven wij in een wereld waarbij heel erg vaak de man als uitgangspunt wordt genomen, zonder dat ik daar iemand de schuld van geef. Maar het is gewoon een feit. En ik vind dat we daar gewoon bij stil moeten staan. En dat is ook de reden waarom ik iedereen het boek aanraad om te lezen. Mevrouw Van der Wouden? Dat kan ik voor een heel groot deel volgen. Alleen u had het over witte mannen. En ik begin een beetje jeuk te krijgen. Het komt ook door bepaalde berichten recent in de media van hoe deze groep nu gebashed wordt. En ik wil namelijk niet in onze strijd om vrouwen een gezonde plek in de samenleving te geven en ook iedereen die niet wit is die plek te geven, wil ik niet doorslaan naar de andere kant. Het wegzetten van groepen. En daarom vraag ik me af waarom u wit zijn. Voorzitter, als ik iets niet doe, is het wegzetten van groepen. Ik constateer een aantal punten en daar, op basis daarvan gaf ik een paar voorbeelden. Maar de conclusies die mevrouw Van der Wouden daaruit trekt en berichtgeving in de media, ja, met alle respect, maar dat is niet wat u uit mijn woorden, wat mevrouw Van der Wouden uit mijn woorden kan halen en wat ik hier bedoel. Gaat u verder. Mevrouw Van der Plas, heeft u een vraag? Ja. Zeker. Want ik wil me eigenlijk wel aansluiten bij mevrouw Van der Wouden. Want we vinden het namelijk ook helemaal onprettig om het te hebben over zwarte mensen. Ik constateer dat we het woord witte mannen of witte mensen helemaal hebben overgenomen. En ik wil eigenlijk vragen, kunnen we niet gewoon weer zeggen, als gewoon blanke mannen? Wat zou er mis mee zijn om gewoon blanke mannen te zeggen? We veranderen ook de namen van zwarte mensen, dat maken we ook mensen van kleur. Daar heb ik helemaal geen problemen mee, dat vind ik prima. En mijn voorstel is om hier dan ook gewoon om gewoon weer over blanke mensen te hebben. Mevrouw Westerveld. Ja, voorzitter, ik voel eigenlijk niet heel erg de behoefte om nu een discussie te gaan hebben over hoe we mensen moeten aanduiden. En volgens mij moet ik het daar gewoon bij laten, omdat we hier in het debat over emancipatie zitten. Ik probeer in een inleiding een paar feiten te schetsen, zaken die gewoon zo zijn. Dat deze samenleving is ingericht op een bepaald stereotype beeld. Dat probeer ik hier neer te zetten. Ik geef een aantal heel concrete voorbeelden waarin dat het geval is. En ik ben nog niet eens bij mijn inleiding begonnen of vervallen over of ik het woord wit wel of niet zou moeten gebruiken. En volgens mij zouden we dat, dat lijkt mij niet een heel nuttige invulling van dit debat op dit moment. Mevrouw Van der Plas,
Nee. Dan mevrouw Simons? Nee. Gaat u verder.